Goeiedag. Ja, mooie foto van deze ochtend die met zon begon, maar ook wel wat grondmist was hier en daar te zien. En dit is geen plantje, maar dit is een rups en die zit vol met dauwdruppels. Verder zag het er vandaag grotendeels zo uit, zeker in de middag, met die platte stapelwolkjes en veel blauwe lucht. En die platte stapelwolkjes, ja, dat betekent eigenlijk altijd wel dat er een hoge drukgebied in de buurt is. Op de satellietfoto kunnen we dat ook mooi zien. Dat hoge drukgebied dat ligt boven Groot-Brittannië en de Noordzee. En ook Nederland en delen van België en Frankrijk profiteren daarvan. Brede opklaringen daar en prachtig rustig herfstweer. Dieper Europa in zien we wel echt veel bewolking. En met name in het Alpengebied was het vandaag weer slecht weer met veel neerslag. Nou, dat rustige herfstweer, dat houden we nog wel eventjes vast. Ook vanavond en vannacht is het rustig. Met een zwakke noordoostenwind gaat het dan flink afkoelen in opklaringen. En er kan hier en daar wat mist gaan ontstaan. Temperatuur die daalt in het binnenland naar zo'n 1 of 2 graden. Aan de grond kan het zelfs mogelijk gaan vriezen. Meer naar het westen toe ligt de temperatuur iets hoger. En morgen opnieuw een stralende dag met veel zon. In de middag temperaturen rond de 16 graden. En nog steeds waait er dan die noordoostenwind die overwegend zwak is. Het is gewoon een prachtige herfstdag. Dat geldt ook voor de zaterdag. Dat wordt ook nog een stralende dag. Overigens wel in de ochtend wat grotere mistkansen. En mogelijk heeft het even tijd nodig om op te lossen hier en daar. Vanaf zondag gaan er toch echt wel dingen veranderen. Later op zondag is er al kans op een bui. En volgende week ziet het er echt wisselvallig uit. De wind gaat uit zuidelijke richtingen waaien. Dat betekent wel dat de temperaturen wat hoger gaan uitkomen. 18 graden hebben we staan. Maar iedere dag is toch wel de paraplu nodig. Ook op woensdag en donderdag ziet het er erg nat uit. Dan ga ik toch nog eventjes wat verder kijken. We kijken op het midden van de Atlantische Oceaan. En daar zien we de orkaan Kirk. Hier is die aanwezig met heel duidelijk ook dat oog. En waarom laat ik die orkaan zien? Omdat die volgende week, later volgende week, waarschijnlijk ons weer gaat bepalen. Want normaal gesproken zien we toch wel dat zo'n orkaan richting het westen trekt, richting het Caribisch gebied. Maar in dit geval is dat niet het geval. Deze orkaan die gaat noordelijker trekken en uiteindelijk draait hij dan zo helemaal weer richting het westen van Europa. En waar hij dan precies gaat uitkomen, ja, dat is natuurlijk nu nog moeilijk aan te geven. Maar de modellen laten toch wel zien dat het echt wel in de buurt van Nederland kan komen. Dat die restanten van de orkaan toch in onze buurt kunnen gaan komen. Dit is de kaart voor volgende week dinsdag. En dan zien we hier dat lage drukgebied. En eigenlijk zijn dat dus die restanten van Kirk. En als ik dan die animatie in beweging zet, dan zien we dat dat lage drukgebied onze kant op gaat komen. En we zien er ook heel veel blauw en geel omheen. Het is een actieve storing nog steeds. En dat betekent dat we er rekening mee moeten gaan houden dat het woensdag en donderdag toch echt wel flink kan gaan plensen. En dat niet alleen. Mogelijk dat we ook te maken gaan krijgen met stormachtig weer. Dat is zeker niet uitgesloten. Dat is allemaal natuurlijk nog ver weg. Maar het is wel een interessante situatie voor meteorologen. En ik vond het toch wel leuk om het eventjes aan u te laten zien. Als we naar de pluimen kijken en naar neerslag kijken, nou, dan kunt u ervan uitgaan dat u volgende week echt wel die paraplu nodig heeft. Want vanaf maandag is het iedere dag toch vaak aan de natte kant. En zoals gezegd, donderdag, vrijdag, dan kan het ook stevig gaan waaien. Voor nu nog een hele fijne dag.